Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Survival Games. En ik weet, het is al een tijd geleden dat er een Survival online is gekomen. En eigenlijk had ik ook gepland voor deze week Survival, maar ik had wel geen zin om een Survival te recorden. En daarom is de video ook een dag te laat trouwens. En ja, ik kan dan twee dingen doen. Ik kan of een video uploaden van Survival, dat ik de hele aflevering zit doen. Vandaag gaan we weer survival spelen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet leuk om naar te kijken. Dus ik denk, dit is dan een stuk leuker denk ik om naar te kijken. Hoop ik in ieder geval. En we hebben een stone sword. Nice. En nog één. En we kunnen gelijk gaan enchanten. Laten we dat ook gelijk doen. Sharpness. Hoppakee. Het geeft gelijk zo'n groot voordeel, dit. Hoppa. En je vraagt je misschien af van... hey, had je niet een facecam? Waar is je facecam gebleven? En ja, ik had inderdaad een facecam. Alleen, ik had met de facecam eigenlijk iedere keer al een gedoe van... dat de belichting heel slecht was en zo. En dat soort dingen. En ik heb er een heel simpele oplossing voor. Ik kan ook gezegd gewoon geen facecam doen. En dan heb ik al die problemen niet. En ik heb ineens een diamond sword. Halleluja. Oké, dat is best nice. Deze is 7 en deze is plus 6,25. Dus hij is toch weer een stukje beter. Alleen heb ik vooral wat beter armor nodig. Die gast had trouwens nu gewoon een diamond sword kunnen hebben. Maar hij besloot om er langs te rennen. Lag, lag. Oké. Ik kan nu proberen om te gaan. Ja, oké. Nee! Nee! Oh, dat was zonde. Maar wat ik eens aan het vertellen was. Ja. Al die problemen zijn dus wel in één keer opgelost. Gewoon door geen facecam te doen. En ik start nog heel veel een timer. Want normaal start ik meestal van timer dat ik weet hoe lang ik aan het recorden ben. Was ik het vergeten. Heb ik nu gedaan. Welke map gaan we nu doen? Laten we steampunk doen. Oh, die is vol. Nou, dan doe ik hier Steampunk. Steampunk is altijd wel een leuke map om te spelen. En, ja, nogmaals, sorry dat de video een dag te laat is. Ik ga proberen gewoon. Ik heb nu vakantie, dus ik ga proberen wat extra video's te recorden. Gewoon misschien wat survivals. Misschien een paar keer een, survival games. En nog gewoon wat andere games. Dat ik gewoon. Een voorraadje heb dat als ik een keertje geen video heb, dat ik gewoon hoppakee zo'n video erin kan gooien die ik al eerder had opgenomen. Oh, waarschijnlijk is die ene gast een hacker. Nou, dat kan nog een uitdaging worden. I do not god hacks. I do also not god hacks. Even voor duidelijkheid, ik herhaal het omdat het grammaticaal in het Engels niet goed is. Oké, deze gast gaan we gewoon killen. En deze gast ook. Waarom val je iemand aan als je geen eens een wapen hebt? Je hebt niet een slecht wapen. Nee, je hebt gewoon geen wapen. En toch besluit je hem iemand aan te vallen. Ik snap het gewoon niet. Waarom zou je dat doen? Ik zat trouwens voor de aflevering wel te denken van... Heb ik nog een leuk verhaal dat ik met jullie kan delen? Want anders is het ook zo stil in de video. En nou, wat is natuurlijk het leukste verhaal om te horen over iemand? Inderdaad, het verhaal dat hij het kaart op zijn bek gaat. Dus... ik had te denken en ik had nog wel een leuk verhaal over dat. Nee. Shit. Ah. Nou, oké. Ik was vroeger een keertje. Hier komt het verhaal van dat ik op mijn bek gooi. Ik was een keertje vroeger op. Kamp met de kerk, zo. Kerkclub was dat. Ik ben niet echt gelovig, maar ik zat wel bij een kerkclub, want we zaten wel lachen daar zo. En, ja, het waren op kamp en toen hadden we een fietstocht ergens. En bij die fietstocht
Zat er ergens een van de. Ja, het leek een beetje op een soort van duin, hellingachtig iets, dijk, weet ik veel wat het was. Ik zou ook niet weten wie het daar heeft geplaatst. Want ja, wie komt nou op het idee om een van de willekeurige dijk te plaatsen zonder dat er überhaupt water was aan de andere kant? Maar, ach, wat kan een kit gekozen? Oké, nu wel in ieder geval. Maar, we gingen daar dus naar beneden fietsen. En ik fiets natuurlijk voorop. En dat ding bestond. Wow, de lag. Dat ding bestond eigenlijk uit een soort van, ja, lange trap als het ware. En daar fietsen we met z'n allen naar beneden. Alleen, ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt van de trap af te fietsen. En als je nu denkt, ja, dan is de kans best groot dat je onderuit bent gegaan, dat je snapt wat ik bedoel. En als het antwoord op die vraag nee was, dan zou ik je ook aanraden om dat ook zeker niet te gaan doen. Want ik fietste daar zo. En het begon zeg maar met van die traptreden, echt een meter lang of zo, en echt maar een heel klein stukje naar beneden. Maar die dijk, die liep zeg maar zo een beetje rond. Dus die tredes, die werden steeds korter en steeds ietsje hoger. Dus ik schoof vrolijk aan het fietsen. En tot ik na een tijdje gewoon echt helemaal begon te stuiteren en zo. En ja, ik ben slecht bezig vandaag. Jemig. Maar die dijk werd zeg maar steeds schuiner. En de fiets begon steeds harder te stuiteren. De andere die achter me aan fietste, ik fietste natuurlijk voorop. Maar de andere die ging al zeg maar daar zo naast de trap op zo'n modderpaadje. Alleen ik had dat niet door, dus ik bleef gewoon vrolijk op de trap fietsen. En terwijl ik nog op die trap aan het fietsen was, begon ik steeds harder te stuiteren en te stuiteren en te stuiteren. Tot ik echt gewoon een halve meter hoog de lucht in stuiterde en echt gewoon vol onderuit ging tegen zo'n rood met wit gestreept hek dat je tegenhoudt van de weg op rijden. Het was trouwens wel goed dat dat ding er stond, anders was ik waarschijnlijk vol de weg op gefietst. Of ik was alsnog onderuit gegaan. Oh yes, ik heb het aangespoord. Oké, en nu gaan we gewoon rennen. En dan gaan we daar wel betere spullen halen. Maar, dus, als ik je iets mag meegeven, fiets nooit naar beneden bij een trap. Stap desnoods af. Ook al ben je dan de gast die er misschien een beetje raar bij loopt. Maar fiets niet van de trap af. Niet doen. Is niet verstandig. Oh, daar is de gast. Laat ik gaan enchanten, want ik heb lapis en ik heb XP. Dus dat is alles wat we nodig hebben in principe. Nee. Oh, diegene heeft geen eens een wapen. Het gewoon, je wordt aangevallen en denkt van, oh nee, en het blijkt gewoon iemand zijn die geen wapen heeft, maar toch op het idee komt om je aan te vallen in de hoop dat ze misschien wel kan winnen. Wat trouwens wel grappig is, is dat hoe langer je eigenlijk. Oh, die gast heeft een diamond sword. Oh shit. Oké, die gast heeft nu redelijk wat damage al genomen door die val en dat ik hem een paar keer goed raakte. Oké, nice. Waarschijnlijk heeft hij al aardig wat mensen gekillt. Nee. Yes, oké. Oh, ik heb zulke goede spullen nu. Nog een betere chestplate of helm? Nee, volgens mij niet. Hier nog? Nee, maar er ligt wel een boog die ik eigenlijk wel wil hebben. Waarschijnlijk heb ik ergens anders in mijn inventory ook al een boog. Maar nu heb ik er zeker één. Ja, wat ik dus aan het vertellen was, is als je map. Als je een map veel speelt, dat eigenlijk steeds je route iets verandert. Dat je gewoon steeds weer kisten weet te vinden. Dat vind ik altijd wel grappig, want. Oeh, diamond chestplate. Ik raak ze echt telkens af. Oh, die niet op de grond gooien. Ik raak steeds afgeleid, maar. Want in het begin had ik daar zo twee kisten. En toen ging ik al gelijk daarin. Maar nu heb ik daar extra eronder nog een kist waar ik vaak heen ga. En ik heb hier nog een kist ontdekt, die ik eerst niet wist te vinden.
Dus als jullie trouwens misschien nog ook deze map spelen. Ik weet niet of jullie ook Survival Games spelen hier. Op CubeCraft. Maar als jullie nog een kist weten waar ik altijd langs loop. Laat me dan ook even weten gewoon de reactie van. Oh, daar is nog een kist. Die kan je best wel looten gewoon. Ik ga trouwens even mijn geluid aanzetten. Want ik heb het idee dat ik telkens word aangevallen door mensen. Omdat ik ze gewoon niet hoor. Options, music en sounds. Hier. Ik weet niet of dit te hard is, maar. Nee, het klinkt wel redelijk, dit geluid zo. Oh, ik zie een name tag. Met geenchant spullen. Oeh, hij komt telkens. Oh, snel enchant de deathmatch. Hij komt telkens niet slaan omdat hij in de vines zat. Dat was best lullig eigenlijk. Waarschijnlijk dacht hij dat ik een hacker was daardoor. Oké, nice protection. Ook protection. Oké. De spullen die we hebben zijn best oké. Zeker als je kijkt in vergelijking met wat hij heeft bijvoorbeeld. Oeh, hij heeft wel een diamond sword. Welke map gaan we nu doen? Pirates. Volgens mij heb ik gewoon nog nooit Pirates gedaan voor YouTube. Omdat ik eigenlijk heb best wel een hekel aan deze map. En de voornaamste reden dat ik de map haat is eigenlijk gewoon omdat ik hem niet ken. Het is eigenlijk gewoon een soort van angst voor degene dat ik niet ken. Of hoe het ook heet. Maar ja, ik weet heel weinig dingen hier te vinden. En daardoor kan dat best irritant zijn. Oké, iemand heeft een Iron Golem kit. Dat is full iron al gelijk in het begin. Dat is best wel een goede kit. Ook een heel dure kit, dus waarschijnlijk heeft hij al best wel veel gespeeld. Ik vind zelf de Vampire kit beter. Maar het is wel gewoon een heel goede kit, zeg maar. Dus diegene heeft waarschijnlijk wel al heel veel gespeeld. Ik ga die kant op. Bij die andere maps heb ik eigenlijk altijd wel een vaste route. Waarmee ik, naar mijn idee in ieder geval, de ideale route heb met de meeste kisten. Maar dat heb ik bij deze map nog niet echt. Kijk, daar is die gast met dat full iron al. Hoewel ik zelf ook al bijna full iron heb. Chain is ietsje beter. Dat weten trouwens heel weinig mensen, maar full chain is een half dingetje meer dan full gold. Even kijken hoor. Nee. Oeh, ik had geluk dat ik in het water landde. Wel het voordeel van veel water is dat een boog echt super overpowered is. Want met een boog kan je iemand in het water eigenlijk altijd wel op afstand houden. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook andersom. Oeh, daar zijn mensen. Laat ik er ook op afgaan. Oh, het is een team. Oké, ik heb trouwens heel weinig voedsel, wat echt heel vervelend is. Oké, als die gast nou achter me aankomt, het water in. Ja, kijk, dat. Ik weet niet wat hij al bij is gehad.
Oké, dat was best makkelijk. Was ik dat? Ik hoorde iemand damage nemen. Oh, oké, dat was hij. Oh, ik moet eten. Die gast heeft best wel redelijke spullen, maar ik heb waarschijnlijk betere spullen. Misschien dat hij wel een beter zwaard heeft dan ik. Nee, hij heeft zo te zien een gold sword. Oké. Ik moet hem wel aankunnen, denk ik. Tenzij ik ineens lag heb of zo. Of dat hij hex gebruikt. Als nou ergens het water in gaat, dan kan ik hem gewoon gelijk pakken ook. Oké, hij heeft een Iron Axe wapen. Oké. Mensen, ik geef jullie een tip. Als je weinig geld hebt, ga nooit vluchten. Want allereerst weten mensen dan dat je gewoon weinig geld hebt. En ze zullen dus ook altijd wel achterna gaan eigenlijk. Plus dat mensen je met een boog alsnog heel makkelijk kunnen uitschakelen. De enige manier hoe je het misschien kan halen als je gaat rennen, is als je misschien potions hebt waardoor je sneller kan rennen dan die ander. Of als je enderpearls hebt. Waarvoor? Als je aan het vluchten bent, ga dan geen kisten openen. En als je gaat vluchten, ook niet het water ingaan. Dat is ook niet echt heel slim. Ik heb voedsel nodig. Ik heb wel echt het gevoel dat ik door de tijd heen wel echt beter word met survival games gewoon. Met je palingbo. Wacht, net had hij toch diamond leggings of? Oh, was hij waarschijnlijk. Ja, met mijn palingbo. Hoezo zegt hij een palingbo? Oké, hij maakt de fout om het water in te gaan. Oké, laten we zoveel oppakken. Want volgens mij had hij wel wat goede spullen erbij zitten. Zoals een Iron Sword volgens mij. Als ik het goed gezien heb tenminste. Als ik de spullen kan vinden. Jullie denken nu misschien ik kan helemaal niks zien. Maar maak je maar geen zorgen, ik kan zelf ook helemaal niks zien. Ja, Iron Sword. Oké, volgens mij. Ik zag net in het midden nog iemand, dus we gaan gewoon weer terug naar het midden om te kijken of we daar die gast nog kunnen vinden. Want die had diamond leggings. En die zijn best wel nice om te hebben, aangezien ik pas chain heb. Het is trouwens ook een tip, als je aan het PvP bent, laat het nooit zien zeg maar, dat je bang bent. Want dan hebben mensen al zoiets van, oh, hem kan ik waarschijnlijk wel hebben. Als je gewoon agressief speelt, dus veel mensen aanvalt en zo, dan zullen mensen ook sneller zoiets hebben van, oh, hij zal hem waarschijnlijk wel aan kunnen, zeg maar. Dus dan vluchten ze ook sneller, waardoor ze makkelijker te pakken zijn. Ja, kijk, daar is die gast. Laat ik even kijken. Ik wil die diamond spullen hebben. Ja. Oké.
Ik ben gewoon bijna full diamond nu. Ik ben een keertje full diamond geweest. En ook nog alles protection 1. En dat kan nog een diamond sword. Toen was ik echt zo overpowered gewoon. Ik weet trouwens niet of dat in een video was toevallig. Want anders hebben jullie dat natuurlijk ook gewoon gezien. Dikke killsteal. En het wordt werkelijk een bad match. Goed wist die gast van niet. Hij feliciteert hem, dat is wel aardig. Welke map? Ruins. Steampunk hadden we al gedaan deze aflevering. Ruins ken ik ook nog niet zo heel goed. Het is een redelijk nieuwe map ook. Net zoals die andere map, hoe heet die ook alweer? Seasons volgens mij, dat is die map met 32 personen. En ja, het is wel makkelijk gewoon om kisten te vinden, dat is gewoon, er zijn heel veel kisten overal. Dus dat maakt het wel leuk, maar ik ken de map gewoon niet omdat die echt best groot is en nog redelijk nieuw doordat ik hem weinig gespeeld heb. Het is wel dat je met zo'n map met 32 mensen echt vaak heel makkelijk heel veel kills kan maken gewoon. Zeker met Vampire Kit. Een redelijk begin. De reden trouwens dat ik altijd mijn sword in mijn eerste plekje doe van mijn hotbar is omdat ik heb... Wat? Ik sprong gewoon. Ik weet zeker dat ik sprong. Jullie zagen het. Ik sprong en ik werd weer terug geteleporteerd. Oké, maar wat ik dus aan het vertellen was, ik heb zeg maar zo'n... ding op mijn muis. Zo'n knopje aan de zijkant. En als ik dat knopje indruk, ga ik automatisch weer terug naar mijn eerste ding. Dus hetzelfde als wanneer je op 1 drukt op het toetsenbord. Dus zoals jullie zien, dan ga ik automatisch terug naar mijn kompas in dit geval. En dat is super handig in PvP. Dat gewoon, je drukt dat knopje en je hebt gewoon gelijk je sword in je handen, waardoor je gelijk kan gaan vechten. En dat geeft best wel voordeel. Dus als jullie ook zo'n muis hebben, zou ik het ook zeker aanraden. En anders dan... ja, je kan ook gewoon scrollen op 1 gebruik. Maar dit was het weer voor deze video. Ik ben alweer iets van 23 minuutjes of zo gok ik aan het opnemen. Dus ik vind het wel mooi deze aflevering. Oh, wat een vuur, maar het is ook geluid. Zo beter. Nou, dan zie ik je in de volgende video. En het spijt me dat er geen andere video was deze week en dat de video zo laat was, bla bla bla. Jullie kennen het wel. En dan zie ik je in de volgende aflevering weer. Vergeet niet te like achter te laten, te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En laat ik even een reactie achter met weet ik veel wat jij leuk vindt om te zeggen. Dus doei!